die zij doet. Zij is PhD bij ons op het gebied van de landelijke monitor en lerende lokale monitor kansrijke start. Wat ik ga vertellen, hier staan een aantal namen bij, zowel van de Erasmus, RIVM als het LUMC. Alle credits naar de mensen die hier in beeld staan. Een kwetsbare vrouw en haar partner. Dat is een van de centrale thema's binnen Kansrijke Start. De vraag is dan, waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe zit het dan met zowel risicofactoren? Daar zijn we wel veel mee bekend, maar beschermende factoren spelen ook een rol. Kunnen wij dit meten in de data? Hoe groot is die groep dan? Waar hebben we het over? Nou, al dat soort vragen zaten wij vrij vroeg in het begin van de monitor. En daar willen wij eigenlijk een deel van ons onderzoek laten zien hoe wij hiermee om zijn gegaan. Deze vraag leeft natuurlijk niet alleen bij ons, maar zeer zeker ook in de praktijk. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. De onderzoekvraag was uiteindelijk, is het mogelijk om op basis van bestaande gegevens, dus reeds verzamelde data, iets te zeggen over de risico- en beschermende factoren rondom kwetsbaarheid in de zwangerschap? Wat zijn dan relevante factoren en welke beschikbare informatie is er dan? Daar was al een overzicht van rondom de definitie van kwetsbaarheid. Opgesteld door het Erasmus, daar zijn wij uiteindelijk mee aan de slag gegaan. Dus wij hebben daar zowel dingen die verder weg zitten in de zin van de leefomgeving, maar ook uiteindelijk meer wat hier dan staat, de socio-economic en political drivers, maar ook dichterbij dingen rondom gezinssamenstelling, maar ook psychosociale, sociale, andere zaken. Dat speelt niet alleen in de preconceptiefase, maar ook prenataal en in de jaren daarna en de levensloop. Dus wij hebben geprobeerd om die kwetsbaarheid in de zwangerschap om dat te gaan doen. Hoe wij daarmee aan de slag zijn gegaan is het volgende. Wij hebben aan Perinet, vragen wij jaarlijks op om de gegevens die door de verloskundige, gynaecologen en de kinderartsen en alles en iedereen die in Perinet registreert, om hun gegevens richting de beveiligde omgeving van CBS te sturen. Dat vragen wij ook aan de zorgverzekeraars via Vectis. Dus alle declaratiegegevens zoals die zijn uitbetaald binnen de basispakket zijn bekend bij Vectis. In het kader van onze monitor hebben wij aan hen gevraagd ook van een uploadje data richting CBS. Er hebben uiteraard heel veel juristen meegekeken wat kan wel, wat kan niet in het kader van de AVG. Die brengen wij op individueel niveau gepseudonymiseerd voor de duidelijkheid bij elkaar. Dus wij weten niet hoe en wie en de namen, rugnummers hebben wij niet. En vervolgens hebben wij dus daar de gegevens van de uitkomsten van de zwangerschap als de zorguitgaven, als alles wat CBS al heeft in het kader van een wettelijke taak, hebben wij bij elkaar. Wij combineren zo dus observationele data om die bij elkaar te krijgen op individueel niveau. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Wij noemen deze data infrastructure DIPER, dus Data Infrastructure Parents and Children. En dan moet je goed op zoek gaan naar de letters, maar dan komt daar uiteindelijk DIPER uit. We hebben dus dit, teruggaand even, dit conceptuele model gebruikt om dan vervolgens te kijken wat hebben wij dan in DIPER aan variabelen. Dat hebben wij gedaan. Daar komen dan 42 variabelen uit. Dus hebben wij dus op individueel niveau beschikbaar. Dus dingen rondom opleiding, inkomen, leeftijd en migratieachtergrond, die hoek, alles wat hier in het groene staat, dat hebben wij landelijk beschikbaar. Die hebben wij gecombineerd met de gezondheidsmonitor, die is ingevuld door orde van grootte 450.000 mensen in Nederland in 2016. Daar hebben wij gekeken wie heeft deze ingevuld en is vervolgens zwanger geweest in 17 of 18, zodat wij ook rondom ervaren gezondheid, eenzaamheid, moeite met rondkomen, alle variabelen die in het gele blok staan, hebben wij daar de gegevens van. En een aantal dingen die we wel heel graag zouden willen weten, hebben wij niet beschikbaar. En die staat in het roze, of het is het zalmkleurige vak. Dus wij hebben groen landelijk, geel hebben wij voor degene die de gezondheidsmonitor heeft ingevuld. Maar uiteraard is daar niet iedereen van zwanger geweest. Dus in onze onderzoekspopulatie hebben wij gekeken in het oranje deel wie heeft de gezondheidsmonitor ingevuld en wie zijn er in het groene of in het paarse jaar 2017 of 2018 zwanger geweest.
Om zodoende dus preconceptiedata te hebben. Om daar, wij denken dat dat belangrijk is bij het schatten van kwetsbaarheid. In totaal orde van grootte 4000 vrouwen verspreid over Nederland konden wij includeren. En ja, dat is wat wij gedaan hebben. De 42 variabelen, daarin hebben wij gezocht. Kunnen wij toch naar, vaak kijken we dan naar individuele risicofactoren. Maar kunnen wij toch een cluster van risicofactoren bij elkaar vinden. Via een latente klasseanalyse waarin wij ja, toch een groep van zwangere vrouwen bij elkaar brengen. Die heel erg op elkaar lijken. En die dus daarmee dus eigenlijk bij elkaar in eenzelfde cluster hangen. Die indeling is dus gedaan op basis van een soort ja, gedeelde kenmerken. Nou, de resultaten die wij daarin in vonden, is eigenlijk, zijn vijf clusters. Dus vijf clusters waarvan uiteindelijk een aantal dingen echt gewoon goed bij elkaar kwamen. Dus wij hebben aan de rechterkant een gezond en sociaal-economisch stabiele groep. Die hebben een goede ervaren gezondheid. Zijn, geven aan niet eenzaam te zijn. Vaak vrij hoog opgeleid. Ook vaker een betaalde baan. Die hoek, dat vinden wij eigenlijk een soort van nou ja, gezond en sociaal-economisch stabiele groep. En daarnaast hadden wij vier vormen van kwetsbaarheid. Psychosociaal, sociaal-economisch, hoogzorggebruik en multidimensionaal. En ja, de psychosociale kwetsbaarheid, dat zijn eigenlijk ja, zwangere vrouwen die nou, vaker wel een betaalde baan hebben als risicofactor, vaker een koopwoning, maar wel aangeven een groot risico op depressieve klachten, vaker geven aan vaker eenzaam te zijn. We vonden een cluster die uiteindelijk ja, sociaal-economisch kwetsbaar, dus een risicofactor in zwart dus geen inkomen of een uitkering, huurwoning, vaker toch een migratieachtergrond. Gaven wel aan goede ervaren gezondheid te hebben als beschermende factor en lage zorguitgaven. Hoogzorggebruik, dat was een ander cluster. Ja, hoog opleidingsniveau, betaalde baan, koopwoning, ja, wat hier staat. Maar wel als dus risicofactor hogere zorguitgaven, met name in het ziekenhuis. En daarnaast, ja, die drie vormen van kwetsbaarheid zagen wij terug. En daarnaast zagen wij een groep. Wat wij nu meervoudig of multidimensionaal kwetsbaar noemen. En die eigenlijk op meerdere vlakken ja, risicofactoren hadden. Dus denk aan nou, relatief geen inkomen of een uitkering. Vaker een huurwoning. Gaven aan geen goede ervaren gezondheid te hebben. Gaven aan vaker eenzaam te zijn. Een groter risico op depressieve klachten. En daar zaten dus zowel risicofactoren op het medisch domein als op het sociaal domein. En dus ja, daar is eigenlijk een beetje de rechterkant gezond en sociaal-economisch stabiel. Dat is een vrij stabiele, goede groep van zwangere vrouwen. En dan hebben wij drie vormen van kwetsbaarheid eigenlijk op een beetje op één risico. In ieder geval in één thema of hoogzorggebruik of sociaal-economisch of psychosociaal. En dan hebben wij dus één groep meervoudig kwetsbaar. En die hebben dus zowel op het sociaal als op het medisch domein risicofactoren. Ja, wat wij daar zien, uiteindelijk is dat met name in die laatste groep, waar dus één en één, waar dus meerdere dingen voorkomen, dat in die groep uiteindelijk ja, slechtere gezondheidsuitkomsten zien dan dat wij bij de andere drie vormen van kwetsbaarheid zien. Dus bij die meervoudige kwetsbaarheid, daar zien we dus wel slechtere uitkomsten. En dan moet je denken aan laag geboortegewicht, vroeg geboorte, dat soort variabelen. Terwijl dat eigenlijk bij de drie andere, dus als je teruggaat naar het hoogzorggebruik, sociaal, economisch of psychosociale kwetsbaarheid, dat we eigenlijk zagen dat die qua uitkomsten niet afweken van de groep die stabiel is. En gezond en stabiele groep. Dus in die zin, de sociaal-economische kwetsbaarheid leidt niet direct tot slechtere uitkomsten. Dus daar is een combinatie van, we hebben weliswaar een risicofactor, maar uiteindelijk zijn daar toch vaak voldoende beschermende factoren aanwezig, waardoor we eigenlijk geen slechtere uitkomsten zien. Ja. Yeah. Nou, de vervolgstappen wat wij daar aan het doen zijn, is dat wij ook hier de rol van de partner, die hebben we nu buiten beschouwing gelaten, dat we die mee gaan nemen in deze vervolganalyses.
Daarnaast gaan wij ook kijken in hoeverre kunnen wij dit nou gebruiken voor de monitoring op landelijk en gemeentelijk en wijkniveau. Daar zal Agatha straks nog wat dingen over laten zien. En de vraag daarbij is dus eigenlijk, we hadden in het onderzoek van Joyce zowel het gele, het groene blokje en het gele blokje beschikbaar. Dat hebben we niet elk jaar. We hebben elk jaar alleen de landelijk beschikbare data. En de vraag is, kunnen we nog steeds deze groep kwetsbare, meervoudig kwetsbare groep die slechtere uitkomsten heeft, kunnen we die op basis van alleen landelijk beschikbare data alsnog identificeren? En kunnen wij daarmee over de tijd heen, zowel op gemeenteniveau, eventueel zelfs op wijkniveau, laten zien hoe zich dat ontwikkelt? Of in hoeverre hebben wij nou echt de gegevens uit de gezondheidsmonitor, dus de dingen rondom ervaren gezondheid enzovoort, nodig? Dit is in kort wat ik wilde vertellen over het operationaliseren van kwetsbaarheid. Zoals wij dat hebben gedaan binnen onze monitor. En als het goed is zien jullie mij nu weer. Dit in een notendop wat we gedaan hebben. Dus we hebben zowel Perinet als Vectus bij elkaar gebracht. En daarin proberen verschillende typen van kwetsbaarheid. En met name een groep te identificeren die meervoudig kwetsbaar is. Waarvan we echt zien, deze hebben slechtere zorg uit gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind. Ten opzichte van de andere groepen. En dan wou ik nu eigenlijk het woord geven aan Agatha. Er zijn nog wel twee vragen in de chat, dus misschien even leuk om die eerst te beantwoorden. Ik kan niet zien wie ze heeft gesteld, maar een van de vragen die is gesteld is, kun je toelichten hoe de koppeling tussen zwangerschap en de gezondheidsmonitor is gedaan? Ja, dat kan ik. Wij vragen aan Perinet, upload je data richting het CBS. Het CBS gaat op basis van een koppelsleutel, dat is geboortedatum, geslacht, een vrouw in dit geval, en postcode. Zowel voor moeder als kind gaan zij op zoek binnen de persoonsbasisregistratie personen, de BRP, op zoek in hoeverre daar een match is. Nou, in orde van grootte 2, 3, 4, 95% per jaar vinden wij die zwangerschappen terug. En dan hebben wij daar dus binnen CBS hebben wij die beschikbaar. Hetzelfde doet de gezondheidsmonitor. Dus ook daar is een koppelsleutel beschikbaar. Ook die gaat naar CBS. CBS doet vervolgens de pseudonymisering. En als jij de gezondheidsmonitor ingevuld hebt en uit die het RIN-nummer noemen we dat dan, het gepseudonymiseerde nummertje 12345 is hij dat ook binnen Perinet 12345 en is hij dat ook binnen Vectus 12345 en is hij dat ook voor inkomen of migratieachtergrond 12345. Dus zodoende kunnen wij op individueel niveau dus per zwangere en kind kunnen wij eigenlijk deze verschillende databronnen bij elkaar koppelen. Voor de duidelijkheid, wij weten dus geen namen. Hè? Wij hebben een dimensieloos nummertje. Ik hoop dat dit de vraag beantwoordt. De tweede vraag, de klasse hoogzorg, lijkt me niet logisch qua beschrijving van factoren. Veel zorg, maar eigenlijk weinig allemaal positieve factoren. Dit zijn volgens mij, maar dat doe ik het uit mijn hoofd. Ik wil er graag nog even later via Joyce op terugkomen. Maar dat dit vrouwen zijn die wel een chronische aandoening hebben. Even voor het gemak nu noemen ze wel diabetes. Dus daarin dus wel een zorguitgave hebben. Maar eigenlijk verder genoeg beschermende factoren. Wel gewoon het hebben van, noemen ze wat, een huis, een baan, geen laag inkomen. Maar uiteindelijk wel een aandoening hebben. Deze vrouw hebben wij dus geclassificeerd nu als zijnde hoog zorggebruik. Maar verder is, dat is dan één risicofactor. Maar verder zijn daar voldoende beschermende factoren aanwezig om te zeggen, deze zijn niet kwetsbaar. En ik denk ook dat wij een beetje die hoek op willen in de zin van, alleen het hebben van een laag inkomen of alleen het hebben van een chronische aandoening, dat maak je niet kwetsbaar. En sterker nog, ik denk dat wij door dat wel te blijven doen, wellicht zelfs stigmatiserend werken. Ik heb geen baan of ik heb geen inkomen. Dat is helemaal niet nodig. Er kunnen enorm veel beschermende factoren zijn, waardoor eigenlijk het kind gewoon wel degelijk een kansrijke start heeft om op te groeien. Ik denk dat je het zo moet zien. Maar er is dus een kleine groep en die is orde van grootte 6, 7, 8%. Die we dus meervoudig kwetsbaar noemen. Waarin we dus een soort stapeling van risicofactoren zien. Waar de beschermende factoren uiteindelijk, als die er al zijn, niet meer voldoende is. En wij denken dus dat kwetsbaarheid een soort meer multidimensionaal of meervoudig concept is. Dan alleen het hebben van één of twee risicofactoren.
Ja, dit zou even nu als paraat kennis mijn antwoord zijn. Hebben jullie enkel gekeken naar perinatale uitkomsten of naar kinduitkomsten in de eerste 1000 dagen? Nee, dat zijn met name de perinatale uitkomsten. Helaas zijn de JGZ-data niet landelijk ontsloten en niet voor ons beschikbaar. Ja, dat is natuurlijk een enorm gebrek en enorm jammer. Dus in die zin, nou, volgens mij is daar de JGZ is daar zelf mee bezig. VWS is daar natuurlijk ook mee bezig. Dat hebben wij dus niet. Het tweede deel van de presentatie dadelijk door Agatha gaat wel in hoeverre het de zorguitgaven, en dat zou wel eens een proxy kunnen zijn voor gezondheidsstatus van het kind. Bij een vrouw in een kwetsbare situatie geboren, hoe ontwikkelen die kinderen zich? En dan kijken wij nu met name naar het zorggebruik en de zorguitgaven. Ik snap dat dat geen gezondheidsuitkomsten zijn, maar dat is wat wij momenteel tot ons beschikking hebben. Tot groot verdriet van ons allen. Heel graag zouden wij de JGZ-data ook ontsloten hebben, dat wij de echte ontwikkeling van het kind over de jaren heen, niet eens tot 1000 dagen trouwens, maar misschien wel verder, hè, misschien, we willen ook niet dat ze met een achterstand naar school gaan, of misschien nog wel verder in de tijd, dat wij echt een soort longitudinaal geboortecohort, of hoe je het dan ook wil noemen, dat we die kinderen echt over de tijd kunnen volgen. Want ik denk dat er een aantal dingen die eigenlijk al heel vroeg in het leven ontstaan, waarschijnlijk heel langdurig zijn. Dat is voor nu weer mijn antwoord. En nu geef ik echt het woord aan Agatha. Ja, nou, dankjewel. Ik zal ook even mijn scherm delen. Kunnen jullie die nu zien? Ja. Kunnen jullie mijn scherm zien? Ik denk het wel, hè? Ik zie geen... Oh, ik zie een paar mensen klikken. Nou, knikken. Nou. Ik heb inderdaad hier een presentatie wat een vervolg is op het operationaliseren van kwetsbaarheid, wat wij binnen onze Dijper data-infrastructuur hebben gedaan. Hier heeft Marlin Leemhuis, dat is een student die afgelopen half jaar stage bij ons heeft gelopen, naar gekeken en... aan mij de eer om haar resultaten vandaag met jullie te delen. En de aanleiding achtergrond sluit aan bij wat Jeroen net heeft verteld. Hè. We hebben een kwetsbare situatie geoperationeerd en gedefinieerd als een situatie waarbij een disbalans is tussen beschermende factoren die aanwezig zijn. Zoals een stabiele gezinssituatie en de afwezigheid, ik zeg het verkeerd om, een disbalans tussen beschermende en risicofactoren. Risicofactoren kunnen dan bijvoorbeeld zijn armoede of ongezonde leefstijl. Het eerder onderzoek van Joyce Molenaar is dus gebleken dat er 5 groepen geïdentificeerd kunnen worden, waarbij 1 groep duidelijk meerdere risicofactoren heeft voor op meerdere domeinen, en die groep noemen wij meervoudig kwetsbaar. Dat is de basis voor dit onderzoek geweest. We hebben die groep als het ware geclassificeerd als vrouwen dus die kwetsbaar zijn en niet kwetsbaar, dus nullen en enen. En daar hebben we verder naar gekeken. Nou, wat dus al bekend was, is dat specifiek die groep hogere kans liet zien op slechte geboorteuitkomsten en gezondheidsuitkomsten bij het kind. Dus van de meervoudige kwetsbare groep zagen we dat bijvoorbeeld vroeg geboorte, laag geboortegewicht, significant vaker voorkwam bij die vrouwen in die meervoudige kwetsbare situatie vergeleken met vrouwen in een stabiele situatie. Uit eerder onderzoek was ook gebleken dat lager opleidingsniveau, lager inkomen geassocieerd zijn met verhoogde zorguitgaven en zorggebruik. Nou, dat was eigenlijk de aanleiding van dit onderzoek. Dat er eigenlijk gewoon nog geen inzicht is of zorggebruik en zorguitgaven van zwangere vrouwen en kinderen in deze kwetsbare situatie ook anders zijn in vergelijking met vrouwen in een niet kwetsbare situatie, gespecificeerd naar voor, tijdens en na de zwangerschap. Zo is de onderzoeksvraag ontstaan: wat is de relatie tussen het leven in een kwetsbare situatie en zorggebruik en zorguitgaven gemaakt door zwangere vrouwen en kinderen na de geboorte in Nederland met een 4 jaar vervolgperiode. Nou, de opzet van het onderzoek ziet er zo uit, waarbij we vrouwen die in 2016 zijn bevallen, in de laatste 3 maanden van 2016, hebben wij als basis genomen. Waarom zo specifiek deze vrouwen? Dat is omdat zorguitgaven geaggregeerd worden op jaarniveau. Dus door
dat we specifiek deze groep vrouwen die in de laatste 3 maanden van 2016 zijn bevallen meenemen, weten we zeker dat alle zorguitgaven die gemaakt zijn in het jaar 2016 toe te wijden zijn aan het feit dat ze toen in dat jaar zwanger waren en in dat jaar zijn bevallen. En de jaren daarvoor waren ze dus niet zwanger en de jaren daarna is het kindje geboren en zijn ze ook niet zwanger. We hebben dus voor de vrouwen ook 2 jaar teruggekeken en tot 4 jaar erna. En voor de kinderen hebben we vanaf de geboorte, vanaf 2016 ook tot en met 2020 gekeken naar uitgaven van zorg en zorggebruik. Daarbij hadden we dan een totale studiepopulatie van ruim 36.000 vrouwen, waarbij 8% in een kwetsbare situatie en 92% in een niet kwetsbare situatie. Voor zorggebruik hebben we gedefinieerd als het hebben van zorggebruik of niet. En de zorguitgaven zijn gespecificeerd in euro's. Nou, voor dit onderzoek hebben we ook weer gebruik maken van onze Diaper data infrastructuur, net ook al toegelicht door Jeroen. Dat is een grote data infrastructuur op basis van routinematig verzamelde data vanuit Perinet, Vectis en CBS, die dat op basis van hun wettelijke taak doet. Al die gegevens zijn individueel niveau gekoppeld en gepseudonymiseerd. Op die manier kunnen wij dat op een veilige manier gebruiken. Wat betreft de zorggebruik en uitgaven hebben we dat ook nog opgesplitst in verschillende uitkomsten. Dus we hebben gekeken bij de moeder naar de totale zorguitgaven, maar ook specifiek naar de medisch specialistische zorg, medicatiegebruik, GGZ-gebruik, huisartsenzorg en verloskundige en kraamzorg. En voor het kind hebben we ook gekeken naar de totale zorguitgaven, ook naar medisch specialistische zorg, medicatiegebruik, huisartsenzorg en tandheelkundige zorg. Nou, dan zal ik nu wat van deze resultaten laten zien. Die hebben we eigenlijk opgedeeld in 4 onderzoeksvragen. In hoeverre verschilt het zorggebruik van de zwangere vrouwen, het zorguitgaven van de zwangere vrouwen en het zorggebruik van de kinderen en de zorguitgaven van de kinderen. Altijd vergeleken in een kwetsbare versus niet kwetsbare situatie. Als we dan kijken in hoeverre het zorggebruik verschilt van de vrouwen in een kwetsbare vergeleken in een niet kwetsbare situatie, zien we dat voor medisch specialistische zorg vrouwen in een kwetsbare situatie hiervan meer gebruik maken in vergelijking met vrouwen in een niet kwetsbare situatie. Dus even wat meer context over deze figuur. Hier aan de linkerkant zie je de verschillende jaren waar we naar gekeken hebben. Dus 2014-15 voor de zwangerschap, 2016 het jaar van de zwangerschap en bevalling en dan de 4 jaren na de bevalling. Dan hebben we hier als het ware de referentielijn waar je naar moet kijken of het hoger of lager is dan de groep in een niet kwetsbare situatie. En dan zien we dat alle lijntjes en stipjes ver rechts van die referentielijn zitten voor alle jaren. Wat betekent dat eigenlijk voor alle jaren die vrouwen in een kwetsbare situatie dus meer gebruik maken van die medisch specialistische zorg. En dat het ook nog eens per jaar significant verschillend is. Datzelfde geldt ook voor medicatiegebruik. Dus hier zien we ook weer dat voor elk jaar waarnaar we hebben gekeken, dus de 2 jaren voor de zwangerschap, het jaar van de zwangerschap en de 4 jaren na de zwangerschap, deze vrouwen vaker gebruik maken van medicijnen vergeleken met vrouwen in een niet kwetsbare situatie. Voor GGZ-gebruik geldt ook weer hetzelfde. Dus de jaren voor de zwangerschap, tijdens en na de zwangerschap hoger gebruik hiervan vergeleken met die vrouwen in een niet kwetsbare situatie. Voor de huisartsenzorg zien we ook de 2 jaar voor de zwangerschap en bevalling dat zij hiervan meer gebruik maken. In het jaar van de bevalling en de zwangerschap ook, het jaar daarna ook. In deze 3 jaren zien we dat verschil verschil minder is en niet meer significant. Waardoor dat precies komt, dat is iets wat we ook weer meenemen voor vervolgonderzoek. Daar hebben we nu nog niet nader naar gekeken. Als we dan gaan kijken naar de uitgaven van de vrouwen die gebruik maken van zorg, zien we ook weer dat de vrouwen in een kwetsbare situatie over alle jaren meer gebruik of hogere totale zorguitgaven hebben dan de vrouwen in een niet kwetsbare situatie. Dus de blauwe lijn hier zijn de vrouwen in een
kwetsbare situatie en de roze lijn de vrouwen in een niet kwetsbare situatie. Dus je ziet hier in 2016 een piek in beide groepen. Dat is natuurlijk omdat ze in dat jaar zwanger waren en bevallen zijn. Maar je ziet dat het verschil gewoon constant over alle jaren veel hoger. Of dat die groep van de kwetsbare vrouwen gewoon constant hoger ligt dan de lijn van de niet kwetsbare vrouwen. En dit zijn dan de totale zorguitgaven. Voor de medisch specialistische zorguitgaven zien we weer zo'nzelfde lijn. Dat die vrouwen in een kwetsbare situatie hogere uitgaven hebben voor, tijdens en na de zwangerschap. Als we uitspitsen naar medicatiegebruik, zien we ook dat de groep van de kwetsbare vrouwen hogere uitgaven hebben dan de niet kwetsbare vrouwen. De lichtblauwe lijn trouwens om de lijntjes heen is de betrouwbaarheidsinterval. En omdat deze twee elkaar niet raken, betekent het ook weer dat het over alle jaren significant is. Wat betreft GGZ-gebruik zien we eigenlijk ook weer hetzelfde. Dat die vrouwen in een kwetsbare situatie hogere uitgaven hieraan hebben over alle jaren vergeleken met de vrouwen in een niet kwetsbare situatie. En voor huisartsenzorg zien we eigenlijk weer hetzelfde. Wat betreft verloskundige en kraamzorguitgaven, dan hebben we specifiek alleen in 2016 gekeken. Daar zien we juist dat die vrouwen in een kwetsbare situatie minder uitgaven voor verloskundige zorg en minder uitgaven op kraamzorg hebben. Dit is ook weer eentje. Dit nemen wij weer mee voor vervolgonderzoek van waar zit het hem hier dan in en hoe zou dit dan precies kunnen. Als we dan kijken naar kinderen, zien we eigenlijk weer zo'nzelfde soort patroon. Dat vanaf het geboortejaar kinderen in een kwetsbare situatie meer gebruik maken van medisch specialistische zorg. Totdat ze tot 4 jaar nadat we konden kijken, zien we dat zij meer gebruik maken van medisch specialistische zorg dan die kinderen in een niet kwetsbare situatie. Hetzelfde geldt ook weer voor medicatiegebruik. Ook hier zijn de odds ratio's en de betrouwbaarheidsintervallen zitten ver boven de referentielijn. En zien we voor alle jaren dat zij meer gebruik maken van medicatie. Voor huisartsenzorg zien we dat alleen in het jaar van de geboorte. En in de jaren daarna zien we eigenlijk geen verschil. En voor tandheelkundige zorg zien we in het eerste jaar zien we ook geen verschil. Dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met dat ze dan nog niet echt tanden hebben. Vanaf 2 jaar zien we dat zij significant minder gebruik maken van tandheelkundige zorg. En als we dan ook weer kijken naar de zorguitgaven, dus dat gaat dan specifiek over de kinderen die dus dan gebruik maken van de zorg, zien we dat dat de kwetsbare, de kinderen geboren in een kwetsbare situatie hogere zorguitgaven hebben ten opzichte van de kinderen in een niet kwetsbare situatie. En dat blijft voor alle jaren tot met dat ze 4 jaar zijn zo het geval. Voor medisch specialistische zorg zien we dat voor de eerste 2 jaar na de geboorte ook, hoewel het dan daarna lichtelijk afneemt. En hier lijkt het vanaf jaar 4 lijkt dat verschil niet meer significant. Voor medicatiegebruik zien we ook dat de kwetsbare vrouw of de kinderen in een kwetsbare situatie hier hogere uitgaven aan hebben. En dat blijft in ieder geval tot en met 4 jaar een significant verschil. Voor huisartsenzorg zien we eigenlijk ook weer hetzelfde. Die kinderen die geboren zijn in een kwetsbare situatie maken meer gebruik of hebben hogere huisartsenzorguitgaven. En dan voor de tandheelkundige zorg, dan is het dus voor de kinderen die gebruik maken van tandheelkundige zorg, zien we vanaf 2 jaar dat die kwetsbare, of de kinderen in een kwetsbare situatie langzaam een hogere uitgave hebben aan tandheelkundige zorg. Dit lijkt toe te nemen. Daarom zijn we ook heel benieuwd naar de nieuwe data over 2021 en 2022. En we zouden verwachten dat die lijnen verder uit elkaar gaan lopen. Maar daar kunnen we voor nu nog niks over zeggen. Om te concluderen is het dus eigenlijk dat vrouwen in een kwetsbare situatie vaker gebruik maken van zorg. Zowel dus voor, tijdens en na de zwangerschap. Zij ook hogere zorguitgaven hebben voor, tijdens en na de zwangerschap.
behalve voor verloskundigen en kraamzorg. En kinderen in een kwetsbare situatie maken ook vaker gebruik van zorg vanaf de geboorte, behalve van tandheelkundige zorg. En de kinderen in een kwetsbare situatie hebben ook hogere zorguitgaven meteen vanaf de geboorte aan. Of... Nou, mochten jullie hier nog vragen over hebben, dan hoor ik dat graag. Ik zie sowieso dat er wat dingen in de chat ook weer zijn gevraagd. Ik zie dat Martien heeft gevraagd. Bij deze cijfers is dus geen onderscheid gemaakt in de groepen kwetsbaarheid. Nee, dat klopt. Dat ben ik in deze presentatie vergeten toe te lichten. Maar wat Jeroen heeft gepresenteerd was dus echt in een specifieke groep vrouwen die ook de gezondheidsmonitor had ingevuld. Waar Jeroen in een van de laatste slides ook zei van als vervolgstap willen wij die kwetsbaarheid ook gaan schatten op basis van landelijk geregistreerde data. Zodat we echt op een landelijke basis ook een schatting kunnen geven van welke vrouwen nu kwetsbaar zijn, ja of nee. En dat is de basis geweest van dit onderzoek. Dus we hebben voor dit onderzoek alleen de groep meervoudig kwetsbaar en niet meervoudig kwetsbaar. En niet het onderscheid tussen die vijf groepen. Zoals we wel in die kleine studiepopulatie konden doen. Ik hoop dat dat helder is. Zijn er nog andere vragen vanuit jullie? Zo niet, dan kunnen we denk ik door naar het volgende onderdeel. Ja, pak ik hem nu over, Agatha, of leg jij dat toe? Het volgende onderdeel betreft eigenlijk het regiobeeld wat wij in het kader van de lerende lokale monitor in het leven hebben geroepen. En uiteindelijk kwam de vraag daarvoor. Eigenlijk, we hadden de landelijke monitor Kansrijk Start, waarin wij dus echt nou, de invoering van het actieprogramma, wat levert dat nou op nationaal niveau op, daar hebben wij een indicatorenset voor. En al vrij snel kwam de vraag vanuit het veld van ja, leuk dat jullie dat landelijk volgen voor VWS, maar daar kunnen wij zelf in onze lokale setting, kunnen wij daar niks mee? Nou, dat is aanzet om te komen tot de lerende lokale monitor. En uiteindelijk een van de eerste dingen die daar op tafel kwam was van ja, we willen graag inzicht hebben in eigenlijk zoals die landelijke indicatoren set er is, willen we eigenlijk voor een lokale, voor de lokale monitoring iets hebben. Nou, daar hebben wij ook weer een Delphi onderzoek gedaan waarin wij proberen te komen tot een soort, nou ja, breed gedragen in ieder geval op basis van consensus tot een indicatoren set. En die zijn wij eigenlijk voor alle gemeenten in Nederland uit gaan rekenen. En die presenteren wij op regiobeeld.nl/kansrijkestart. En wij hebben vandaag gevraagd Jacco en Martien om eigenlijk toe te lichten hoe zij die gebruiken. Of juist niet gebruiken, waar ze tegenaan lopen. Wat is handig, wat is vooral ook niet handig. Wees vooral kritisch. En dat is eigenlijk wat wij nu met jullie zouden willen bespreken. En ik dacht eerlijk gezegd dat Jacco als eerste zou gaan. Klopt dat? Nee, Martien zou starten. Maar ik weet niet of Martien ook dat beeld heeft. Ja, ik vind het prima. Maar ja, top. Ja, gaan we van regio naar wijk. Helemaal goed. Ja. Ga ik even kijken of ik kan delen. Zien jullie mijn presentatie? Die alleen Jacco. Toch nog even een vraag tussendoor. Agatha, moeten wij het regiobeeld.nl/kansrijkestart eerst nog laten zien ter toelichting? Of is dat voldoende duidelijk? Ik dacht dat Martien ook eerst wat zou vertellen over de achtergrond hoe regiobeeld was ontstaan. Dat is hoe ik het had meegekregen. Maar wellicht dat dat zo niet. Dan kan ik inderdaad eerst ook regiobeeld even kort laten zien en toelichten en dat Martien daarna verder gaat met hoe zij het gebruiken. Oké, dit is een beetje hobbelig en rommelig. Een deel daarvan komt natuurlijk omdat Inge er door privéomstandigheden niet is. Martien, hoe zie jij dit voor je? Ik heb er wel wat in staan. Ik heb wat grafiekjes ook erin staan. Dus volgens mij kan het. En anders dan kan Agatha tussen die van mij en Jacco misschien nog even de site erbij pakken. Ja, oké, dan gaan we nu door. En excuses voor de rommeligheid. Ja.
En jullie zien wel mijn presentatie, klopt dat? Zeker. Ja, oké. Okay. Ik ben Martien Groenze, projectleider kansrijke start in de Veenkoloniën. Daar begeleiden we 15 gemeenten en inmiddels ook de twee provincies bij het zetten van verbeteringen. We zijn al iets langer bezig dan kansrijke start. We zijn in 2010 in Hoogveen gestart op een hele kleine schaal. Op het moment dat het ziekenhuis in Meppel dichtging, zijn we gaan kijken van hoe zouden we dan de verloskundige zorg daar goed willen inrichten. En eigenlijk naar aanleiding van het rapport van Koos van der Velde toen ook gekozen van goh, we gaan ons op preventie richten in de regio. Agnes Wolbert is een paar keer op de koffie geweest en heeft een abonnement geschreven om in de regio Noord-Oost-Nederland, de Veenkolonie daar, waar de achterstanden significant groter zijn ten opzichte van de rest van Nederland, een langjarig project mogelijk te maken. En we hebben net als Rotterdam gekozen zeg maar, voor die preventie en we hebben ook mee kunnen schrijven aan een kansrijke start. Wat we in Veenkolonie hebben gedaan, hebben gezegd van god, we willen die samenwerking, we willen een infrastructuur hebben en we willen graag ook wel zoveel mogelijk stuurinformatie, hoewel we zelf geen middelen uit mochten geven aan onderzoek en dergelijke. Terwijl we toch ook willen, ja, toewerken naar betere zorguitkomsten. Waar hebben we dan in eerste instantie gebruik van gemaakt? Dat is wel van startfoto's die er zijn gemaakt op maat voor de verschillende gemeenten. Maar al heel snel hebben we daar ook waar staat je gemeente bij gepakt. En vervolgens ook ja, zelf startfoto's gemaakt. Op basis van de eerste cijfers van het regiobeeld kansrijke start. En ik heb hier voor een van de provincies aangegeven wat zijn de scores bijvoorbeeld op kinderen die opgroeien in een gezin waar een uitkering is in verschillende gemeenten en links is landelijk gemiddelde. En dan zien we dus zeg maar, dat in een aantal gemeenten bijna twee keer zoveel kinderen in gezin in uitkeringssituatie opgroeien. Een andere eye-opener was dat de lage geletterdheid in die provincies toch bijna twee keer hoger is dan landelijk gemiddeld. En dat, nou, en dit sluit misschien wel aan bij wat we net besproken hebben, meervoudig kwetsbaar, multi-kwetsbaar gezinnen. Dan zien we dat er zijn een aantal gemeenten die hebben ook twee keer zoveel als landelijk gemiddeld te maken met gezinnen in een dergelijke situatie. Als je kijkt naar de zorguitkomsten, dus we hebben een mix en match gemaakt van goh, zijn er nou zorguitkomsten, zijn het zaken waarvan we in de periode voorafgaand aan de zwangerschap of tijdens de zwangerschap afwijkende punten zien, dan kunnen we met elkaar in gesprek om te zeggen, waar willen we hier iets mee? Is dit een thema? Is dit wat speelt zeg maar, in een hele regio of in een provincie? Nou, hier zien we bijvoorbeeld dat in deze provincie zeg maar, twee gemeenten hier heel ongunstig uit springen. De gemeente aan de rechterkant is een gemeente waar een heel groot asielzoekerscentrum is. En dan zie je dus dat de zorguitkomsten specifiek, die perinatale mortaliteit, bijna vier keer zo ongunstig zijn op het moment dat je biecht daar staat. Wat hebben we vervolgens per gemeente gedaan? Hebben we ingezoomd op, nou, ik heb hier een paar gepakt, een kwetsbaar gezin tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap. Waarbij we dan in de verschillende gemeenten hebben gezegd van, goh, hoe ziet die ontwikkeling eruit? Dan is het misschien wel even handig om aan te geven voor de cijfers van 2015 en 2016 zitten we hier zeg maar, op een nullijn. Helaas betekent dat niet dat in dit geval er geen sprake was. Maar dat betekent dat er op basis van de cijfers van regiobeeld de aantallen zo klein zijn dat ze lager zijn dan 10. En dan is het herleidbaar en dan worden de gegevens niet weergegeven. En dan krijg je even een flatliner op 0% te zien. Maar we zien hier dus wel zeg maar, in, nou dit is een voorbeeld van een gemeente, dat zeg maar, kwetsbare gezinnen of multikwetsbare gezinnen zeg maar, behoorlijk veel hoger zijn dan het landelijk gemiddelde of het provinciaal gemiddelde. En daar hebben we vervolgens, maar daar kom ik straks op, met de partners zijn we gaan zitten wat we daaraan moesten doen. Een ander thema, en dan hier hebben we zeg maar, over de drie verschillende perioden. De periode voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap. De schuldenproblematiek. Nou, hier heb ik hem ook weer even met een rode cirkel gemarkeerd. Helaas in 2020 betekent niet dat we
geen gezinnen meer met schulden, maar ook daar gold dat er geen cijfers beschikbaar zijn, omdat ze herleidbaar zijn. Dit is hetzelfde, maar dan psychisch, ook over deze drie. Die hebben we wel erbij gepakt in verschillende gemeenten. Het lijkt niet veel, maar als je kijkt naar de psychische problemen bij ouders voor de zwangerschap, is die 40% hoger dan landelijk gemiddelde bij deze gemeente. Tijdens de zwangerschap is die bijna 2 keer zo hoog. En in de periode na de zwangerschap is die 30% hoger dan landelijk gemiddelde. En daar hebben we gelukkig ook in deze lerende lokale monitoren, in die groep van 11 wat Jeroen straks aangaf, een aantal keer ook een toelichting en een presentatie vanuit Rotterdam gehad. Nou, wat speelt er op het moment dat er psychische problematiek geconstateerd wordt bij ouders in de verschillende fasen? En wat voor effecten treden er nu op? Die hebben we hier maar even geclusterd, hoe dat kan zijn. En we hebben met name, en voor deze gemeente gold dat ook, zien we in de uitgaven in de gemeente dat er ontzettend veel verslavingsproblematiek bij jongere kinderen ook is, maar ook psychische problemen en de uitgaven daarop. Dan is het handig om deze cijfers te hebben. En dan ga ik volgens mij richting mijn laatste slide. Van goh, hoe gaan we dat benutten? Want de data die gaan we steeds meer benutten als stuurinformatie. Dat we zeggen, oké, als we weten op welke thema's dat speelt, hoe gaan we dan met gezin in gesprek om zo snel mogelijk samen met het gezin, zeg maar, die hulpvraag op specifieke thema's boven tafel te krijgen? Nou, daar hebben we gezamenlijk gekozen voor een instrument, de gezamenlijke inschatting voor de zorgvraag, zodat ook voor mensen met bijvoorbeeld waar sprake is van laaggeletterdheid, en dat is dus in deze regio nogal het geval, de verschillende onderdelen op deze drie domeinen, voor de baby, de omgeving en dan zeg maar ook qua ouders, besproken kan worden waar zorgen spelen en waarom die zorgen er zijn. En zorg- en hulpverleners, hè, niet alleen verloskundigen, gynaecologen of kraam, jeugdverpleegkundigen, maar ook partners in het sociaal domein, zoals welzijn, POH's, jeugd, op eenzelfde manier met gezinnen in gesprek gaan om te zeggen van goh, maar wat betekent dat dan? Als je het hebt over psychische problemen of relatieproblematiek. Hopelijk dat jullie deze ook zien. Wat we ook hebben gedaan is dat we hebben geprobeerd veel meer op procesniveau stuurinformatie te pakken. We weten dat op basis zeg maar, van het aantal zwangerschappen per jaar in een gemeente, hè, dat zijn in deze gemeente dan 340 geweest, hebben we vorig jaar met elkaar gezegd van joh, wat betekent dat dan? Hè? Hoeveel gezinnen in een kwetsbare situatie zijn dat dan? En hoeveel in een zeer kwetsbare situatie? En daar hebben we doelen opgesteld van die groep van die 68. Daar wilden we zeg maar in de eerste helft van het jaar, daar wilden we zeg maar 55% bereiken. Dus dat is de helft van die 68. Voor het hele jaar wilden we graag 3/4 bereiken, dus dat is 51%. Het was heel mooi dat in deze gemeente, mede op basis zeg maar, van de trainingen die we gedaan hebben en ook op bepaalde thema's die eruit waren gesprongen als van goh, we zitten hier 2 keer zo hoog als landelijk gemiddeld, dus daar moeten we ons op gaan richten en we moeten daar zeg maar, de handvat voor krijgen om de gesprekken aan te gaan, dat we in staat zijn geweest om zeg maar, eigenlijk op target de gezinnen in die kwetsbare situaties maar wel in beeld te krijgen, zodat we daar die ondersteuning op konden gaan bieden. En dat betekent dat je langzamerhand zo'n kwaliteits- of verbetercyclus kan opstarten. De grootste vraag of opmerkingen die wij hebben is dat we graag willen dat de data op veel kortere termijn beschikbaar komt. En bij voorkeur ook zeg maar, die data die eens per 4 jaar beschikbaar is, dat we die bij wijze van spreken ook jaarlijks erbij krijgen. Maar soms is deze stuurinformatie 3 of 4 jaar oud. Ja, dat is eigenlijk onvoldoende om echt heel acuut de juiste acties in te kunnen zetten. Ja. Dat was in het kort zeg maar, hoe wij zeg maar, met de cijfers vanuit het regiobeeld
werken. En dit is telkens handwerk. Dus we hebben ja, heel graag willen wij gaan toewerken naar een soort van dashboard waarin je als gemeente kunt klikken en die cijfertjes meteen voor je gemeente netjes ziet. We hebben nu voor alle gemeenten ongeveer een klein digitaal boekwerkje van 12 pagina's uitgewerkt, waar wel deze informatie in staat. Maar dan stappen we dan in een lokale coalitie, lopen we daar met elkaar doorheen om bepaalde keuzes te maken en focus aan te leggen op thema's waarvan we weten dat een gemeente hen daarin niet goed doet. Ja, Martien, dankjewel. Toch nog een vraag vanuit mij, zeg maar, waar de vervolgstappen. Wij proberen nu vanuit regelbeeld, zal Agatha zo laten zien, wat we dan hebben. Wat is de vervolgstap? Welke kant zouden wij op moeten? Kan je daar iets over zeggen? Wat mis jij? Ik vind de toelichting die jullie net al hebben gegeven is een interessante. Ik zou nog veel meer willen weten hoe groot die groep multidisciplinair kwetsbaar is, wat de zorgkosten zijn. Hebben we alle zorgkosten ook echt in beeld? Zorgkosten, hebben we alle extra kosten, hè, die het met zich meebrengt in beeld? En als we dat niet hebben, hoe kunnen we daar zeg maar langzaam naartoe werken? Het belangrijkste punt wat ik eigenlijk voor pleit, is dat het echt stuurinformatie wordt. En dat betekent dat er bij wijze van spreken jaarlijks moeten deze cijfers opgeleverd zijn. En dan moet, als jullie nu de cijfers, ja, ik weet dat het niet aan jullie ligt, maar als jullie nu de cijfers zeg maar beschikbaar maken, dan moet het meest recente jaar niet 2019 zijn, maar dan moet het eigenlijk 2000, op zijn 22. Minst gunstig 21 zijn. Ja. 22. Liefst 22. Ja, nee, helder. Ja. Zijn er van andere vragen aan Martien hierover? Ik zie een handje trouwens van Atja, zie ik nu. Ja. Atja. Ja, dank je. Ik vind het echt superleuk dat de dingen die we allemaal bedacht hebben, dat er ook gewoon mee gewerkt wordt en om aanvullingen gevraagd wordt. Wat ik heel erg lastig vind, zeker wanneer je praat met een groep mensen die misschien wat minder overtuigd zijn van het belang van data, is dat we blijven hameren, terecht, maar blijven hameren op dat data niet actueel zijn. Daar moeten wij het mee doen. Als we andere data willen hebben, even de gezondheidsmonitor, dan moet je dus ieder jaar moet je een groep mensen zo gek krijgen om die in te vullen. Ik weet niet precies. Bij andere dingen is het een oproep ook naar beroepsgroepen. Dus dan moeten we niet tegen elkaar blijven zeggen in dit soort gremia, de data zijn niet actueel. Dan moet er eigenlijk een strategie komen om met de organisaties die dat hebben, die wel data hebben, afspraken te maken, wanneer zijn ze beschikbaar. Maar ik vind het, ik ben ook wel bij presentaties en dan wordt het, ook bij bijeenkomsten, dan wordt dit herhaald. En je ziet de mensen die niet willen, zie je gewoon lekker achteroverleunen van, nou ja, zie je, oude data, hoeven we niks mee. Dit zijn de beste data die we hebben. En dat moeten we benadrukken. En dan moeten we benadrukken dat we betere data willen. En ook benadrukken dat er praktische grenzen aan zitten. Dus dat je het zal moeten doen met wat we hebben. Dan krijg je namelijk een groep die niet wil, krijg je misschien iets meer mee en die gaan iets minder achteroverleunen. Ja, dankjewel Adja. Het is volgens mij niet echt een vraag, het is meer een oproep. Dank je voor. Ja. Nee, maar nu wordt je weer, Martien herhaalde het een paar keer. En dat snap ik, hè, want ik wil ook nieuwere data, maar we moeten daar voorzichtig mee zijn. Ja, nee, de oproep is denk ik helder, Artja. En ik denk dat er op de landelijke beleidsagenda's dat we die ook continu proberen daar op te krijgen. Het is taaie kost uiteindelijk om dat te krijgen. Ik geloof trouwens niet dat 2019, Martien, het laatste jaar is dat we hebben. Maar goed. Andere vragen nog aan Martien. En anders ga ik vragen aan Agatha om toch nog even het regiobeeld te laten zien. En even wat wij ontwikkeld hebben in de afgelopen anderhalf jaar, denk ik. Ja, ik zie geen vragen. Straks nog wel een toelichting op geven, want ik denk wel zeg maar, dat vanuit die leren lokale monitor, hè, heel veel extra vragen die we aan jullie gesteld hebben van goh, past dit aan, kan dit ook qua clustering of regiogroep, die zitten perfect in op dit moment. Hè? Dus ja, daar zijn we echt wel heel blij mee dat jullie dat voor elkaar krijgen in boxen. Ja, nou dankjewel. Ik ervaar dit als een compliment, dus dan
Dan zal ik deze aannemen. Ja, het gaat soms langzamer dan we hopen. Maar dat wij echt vanuit onze landelijke rol, zeg maar, jullie lokaal willen ondersteunen. Ja, dat proberen we gewoon goed te doen. Blij dat jullie het ook zo ervaren. Agatha, kan jij wat laten zien? Oh, ik zie toch een vraag. Dari, als ik het goed zeg. Ja, dat klopt. Sorry, ik had hem in de chat al gesteld. Martin, in een van je eerste slides had je het ook over kwetsbaar gezinnen. Wat is daar de definitie van kwetsbaarheid? Is dat een andere dan die multidisciplinaire van de eerste presentatie? Multidisciplinaire. De multigroep? Ja, die multigroep. Ja, staat aan. Die multigroep die zit niet zeg maar op die 18%. Hè? Dus we hebben hier gekeken van goh, wij hebben kwetsbaar gedefinieerd. Is er sprake van 3 of meer situaties waarin zeg maar, ondersteuning is. En die zeer kwetsbare is die multikwetsbare. Dat is ongeveer, wat is het, die 2,5 tot 4%. Maar je hebt die 2 opgeteld. Bij elkaar. Nee, dat is zeer kwetsbare. Sorry. Nee, het is een onderdeel van de kwetsbare. De zeer kwetsbare is een onderdeel van de kwetsbare. Sorry, het is mij nog niet duidelijk wat nou de definitie van kwetsbaarheid is bij jullie. Kwetsbaarheid is als er 3 of meer risicofactoren spelen. En zeer kwetsbaar is volgens mij, als, ik doe het even uit mijn hoofd, als er 5 of 6 ondersteunen. Oké, helder. Dank je. Ja. En de ene is zeg maar de rekenfactor die ook door Kansrijke Start gebruikt is. Die zit op, ik doe het even uit mijn hoofd, Jeroen, 16,5% of zo. En de andere komt overeen met die zeer kwetsbaar. Dus de 2 en de 4 afhankelijk van welke gemeente of regio. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Agatha. Ja, ik ga regiobeeld.nl even laten zien. Voor degenen die hier nog niet mee bekend zijn. Als je naar regiobeeld.nl gaat. En dan hier onder factsheet kansrijke start selecteert, dan kom je op onze overzicht met de indicatoren van de lokale monitor kansrijke start. Dan kun je dus op verschillende gebiedsindelingen kun je selecteren, dus van gemeente, GGD of provincieniveau. Ik zal nu even provincieniveau selecteren. En dan kan je zoveel voor, tijdens en na de zwangerschap verschillende indicatoren aanklikken en kijken hoe, ja, wat de percentages zijn over de 5 of 6 meest recente jaren in je provincie of je gemeente, net wat je hier hebt geselecteerd, vergelijking met Nederland. Wat wel aardig is, wat nu, denk een maandje geleden is toegevoegd, is dat je hier ook meerdere provincies of meerdere gemeenten, net waar je geïnteresseerd in bent, kan selecteren en dan ook echt de vergelijking kan zien met die verschillende provincies ten opzichte van Nederland. Waarom Drenthe nu niet? Nou, wat dan inderdaad, hier staat dan ook dat kwetsbare gezin staat dan bijvoorbeeld erbij. Kinderen geboren in een zeer kwetsbare situatie. En dan zie je inderdaad dat wij hier nog de oude definitie, zoals we die voordat we het op, ja, de operationalisatie op een andere manier hebben gedaan, deden. Wij zullen wel met een, ja, met een update die nog een keer komt, hier ook de nieuwe manier van operationaliseren aan toevoegen. Dus dat het niet op basis van 3 risicofactoren is, maar dat het dan echt die multidimensionale groep is die kwetsbaar is. Dat ze dan weer net iets andere percentages zijn. Nou, je kunt deze grafieken en cijfers ook downloaden. Je kunt het in een tabelvorm zien en die dus gebruiken voor lokaal niveau. En je kunt dus zo ook, ja, je eigen regio samenstellen door meerdere gemeenten. Ik selecteer nu een paar. Het klopt natuurlijk niet dat die echt bij elkaar in de buurt zitten. Maar dan kun je op die manier heel mooi vergelijken en hoe de percentages en de aantallen over de jaren heen zijn, hoe dat zich ontwikkelt. Nog meer vragen hierover of andere dingen die ik hierover zou kunnen laten zien? Nou, kan je nog toelichten wat de plannen nu zijn? Nou,
De indicatoren die nu hierop staan zijn eigenlijk een beetje de basisset, om het zo maar te zeggen. Tijdens de Delphi, waar indicatoren geselecteerd zijn, zijn ook heel veel andere indicatoren naar voren gekomen die we eigenlijk ook wel, ja, een deel daarvan kunnen wij ook gewoon berekenen. Die gaan we op een manier ook toevoegen aan regiobeeld. Of dat echt op deze pagina komt, of meer een subpagina waar je naar kan klikken, dat weten we nog niet. Maar op die manier komen er nog meer cijfers beschikbaar die ook, ja, vanuit het veld wel wenselijk zijn. En we willen ook toe naar meer cijfers op wijkniveau. Dat zal dan vooral voor de grote steden beschikbaar kunnen zijn. Hè? Omdat, ja, wanneer er minder dan 10 personen binnen een wijk, binnen die specifieke klasse van bijvoorbeeld kwetsbaarheid vallen, dan kunnen wij het al niet presenteren. Dus voor de kleine gemeenten kunnen wij niet op wijkniveau presenteren. Maar wellicht voor gemeenten als Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, zullen wij bij een komende update ook gegevens op wijkniveau gaan presenteren. Dat zijn volgens mij de grootste updates waar we momenteel aan werken. Mis ik iets, Jeroen? Nou, de landkaartjes, hè, maar ik neem aan dat je dat ook met de wijkniveau bedoelt, maar dat we ook, we hebben nu natuurlijk allemaal grafiekjes en lijntjes, maar dat we die ook zullen gaan plotten in landkaartjes. Ik denk dat dat nog wel iets ook is wat in ieder geval leeft in het veld. En ja, goed, hoe moet je dat nou zeggen? Als ik presentatie dit laat zien, dan blijft iedereen achterover zitten en laat je landkaartjes zien en je presenteert eigenlijk dezelfde gegevens op een andere manier, dat toch mensen meer puntje van de stoel gaan zitten, zou ik maar zeggen. Dus we gaan ook in die zin ook even nadenken, goed nadenken over datavisualisaties en hoe we dat beter kunnen doen. Wij hopen elk half jaar orde van grootte een soort nieuwe release te doen om dingen toe te voegen, zowel qua update van gegevens als dus door te ontwikkelen op indicatoren wat we net zeggen, naar wijkniveau, in aantal gevallen misschien naar andere regionale coalities. Ik denk dat dat het is. Ja, en op welk termijn dat allemaal beschikbaar wordt, daar kunnen wij gewoon heel weinig over zeggen. Wij willen heel graag, wij kunnen dingen best snel uitrekenen, maar we zijn ook gewoon afhankelijk van de planningen van weer het team van Regiobeeld. De volgorde van updates die ze daar willen doorvoeren. Dus ik kan in ieder geval niks zeggen over wanneer dat precies beschikbaar komt, maar dat we ermee bezig zijn, dat is een ding wat zeker is. Als hier geen vragen over zijn, dan wil ik Jacco het woord geven. Ja, dankjewel Jeroen. Ik ga ook even mijn scherm delen. Ik ben Jacco, ik werk bij de gemeente Utrecht, bij de afdeling Volksgezondheid, als gezondheidsexpert. En daarbij ben ik betrokken bij de monitoring van kansrijke start. En ik ga het hebben over het werken met data op wijk- en buurtniveau. En zoals jullie net hebben gehoord, is dat data die nog niet in regiobeeld zit. Dus wat ik ga vertellen is hoe wij werken met data op wijk- en buurtniveau op basis van andere bronnen. En jullie zullen wel begrijpen dat mijn grootste wens voor regiobeeld is dat we data op wijk- en buurtniveau gaan ontsluiten. En buurtniveau is misschien te veel gevraagd, maar wijkniveau lijkt een haalbare kaart in elk geval voor grote steden. En waarom ik dat vind is omdat we in een stad als Utrecht te maken hebben met grote wijken. Een wijk als Leidse Rijn heeft op dit moment 50.000 inwoners, groeit toe naar 70.000 inwoners. En dat zou toch voldoende moeten zijn om data te kunnen ontsluiten. En daarnaast werken wij bij kansrijke start op wijkniveau. Dit is onze aanpak en ik heb even in het rood gemaakt waar wij heel veel aandacht naar laten uitgaan. Dat is het werken aan kansrijke start door middel van geboortezorgnetwerken in de wijken. Daar hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt om dat op te zetten samen met de partners in de stad. Jullie zien hier een kaartje en ook de ontwikkeling daarvan. Waar eind 2019 er nog 1 geboortenetwerk was op wijkniveau, hebben we nu voor 8 van de 10 wijken een wijknetwerk. En in zo'n wijknetwerk zitten eigenlijk partijen die een belangrijke rol hebben rond geboorte en zwangerschap. Dus natuurlijk verloskundigen, je gezondheidszorg, het buurteam. Maar ook informele zorg, de huisartsen. Die met elkaar samenwerken om de geboortezorg te verbeteren, te versterken, verbinding aan te gaan. En dat is voor ons ook een plek om data te bespreken. En daar zal ik het vandaag vooral even over hebben, over hoe we dat doen en welke data we dan gebruiken. Nog even over waarom we dit doen en waarom dit ook zo goed is samengevallen de afgelopen jaren. Het is een van de speerpunten, heb ik net al laten zien. Het
is ook een ontwikkeling in Utrecht rondom het medisch-sociaal domein en de samenwerking daartussen. Een van de speerpunten daarbij is wijkdata, wijkdoen. Dat je op basis van wijkdata komt tot wijkdoen. En die wijkdata is dan ook leidend tot het komen van wijkopgaven in alle wijken. Nou, en een van de thema's hierbinnen is jeugd, waar kansrijke start ook onder valt. En dat betekent dus dat we eigenlijk in alle wijken data en kennis gestuurd tot opgaven willen komen. Daarom is het ook des te belangrijk dat we eigenlijk op wijkniveau zoveel als mogelijk data hebben en ontsluiten. En tenslotte is het ook onze manier van werken om met data en vooral data op wijk- en buurtniveau de wijk in te gaan. Dat te bespreken met professionals en op te halen wat zij zien. En daarmee ook voor een deel het probleem van niet recente data deels op te lossen. Want door niet recente data wel te bespreken en recente signalen en ontwikkelingen mee terug te nemen, maak je het beeld wat je hebt met de data, wat mogelijk achterloopt op de realiteit, maak je ook wat beter en wat sterker. En dat gebruiken we dus ook in onze monitoring van de aanpak. Nou, hoe doen we dat dan? We hebben eigenlijk een adviseur gezondheid die eigenlijk in alle wijknetwerken plaatsneemt en die ook de rol heeft om die wijknetwerken op te zetten als ze er nog niet zijn. En een gezondheidsexpert zoals ik die rol mag vervullen binnen Kansrijke Start. Betekent dat we bij een reguliere bijeenkomst aansluiten van het geboortezorg wijknetwerk. Soms op verzoek, omdat ze hebben gehoord dat we dit doen en dat ze dit graag willen weten van hoe staat onze wijk ervoor. En soms agenderen we het zelf als wij denken dat dat nuttig kan zijn in het proces. We spitsen de presentatie toe op wijken, waar mogelijk subwijken en buurten. En we gebruiken data dus ook als middel om te komen tot een goed gesprek over wat er speelt. En zo komen we van data ook tot kennis, eigenlijk wat ik net beschreef. Nou, en dat doen we op basis van de data die we binnen de gemeente Utrecht verzamelen, maar ook data die we vanuit andere plekken krijgen. En daar hebben we ook op onze website een publicatie over geschreven, de eerste 1000 dagen van Utrechtse kinderen. Rechts zien jullie de thema's waar we dan informatie over hebben verzameld op stads- en wijkniveau, vooral hier beschreven. En wij hebben toegang ook tot data op subwijkniveau. Nou, ik heb hier even zo neergezet waar we dan allemaal gebruik van maken. Dat is natuurlijk op stadsniveau het RIVM, het regiobeeld, waar we heel blij mee zijn. CBS, onze eigen interne data van de jeugdgezondheidszorg uit het digitaal dossier. Hebben we epidemiologen die dat samen met de JGZ zo goed mogelijk proberen te ontsluiten. En waar wij dus vooral gebruik van maken als het gaat om data rondom de eerste 1000 dagen. Dat zien jullie eigenlijk onder wijkniveau en subwijk en buurtniveau ook terugkomen. De data van onze eigen jeugdgezondheidszorg is een van de voornaamste bronnen die we ook benutten. En waar we ook tot op heel laag schaalniveau gebruik van kunnen maken. Dat komt soms ook bijvoorbeeld op buurtniveau, omdat we dan 3 jaar samenvoegen. En dan toch een uitspraak kunnen doen op buurtniveau hoe groot de problematiek kan zijn. Het zijn natuurlijk altijd, je voegt 3 jaar samen, daar zijn wat beperkingen mee. Maar we kunnen daarmee wel de vragen die professionals hebben over specifieke buurten kunnen we wat meer staven. Wat we vooral doen is werken met data op wijkniveau. Waar we ook gebruik maken van Perinet via Waar staat je gemeente? Waar ook wijkcijfers al zijn gepubliceerd, eigenlijk al jaren. Maar ook data binnen onze eigen gemeente. Bijvoorbeeld over voorschoolse educatie, over armoede vanuit wijk en inkomen. En ook data over ontwikkelingen in geboortes. Nou, even heel kort wat plaatjes. Dit zijn wat een presentatie die ik laatst heb gehouden in het geboortezorgnetwerk in Lombok. Nou, wat laat ik dan zien? Ik laat dan bijvoorbeeld zien hoe de geboorteontwikkeling is in deze wijk. Het vruchtbaarheidscijfer. En dit is dus een subwijk. Jullie zien het kaartje. Het is een subwijk met al 12.000, 13.000 inwoners. En waar we dus ook op het gebied van gegevens van de jeugdgezondheidszorg eigenlijk een heel goed beeld kunnen schetsen met hoe het ervoor staat rondom de gezondheid van kinderen, maar ook van de ouders van jonge kinderen. Nou, en dit is ook waarom wijk- en buurtcijfers, in dit geval wijkcijfers, zo belangrijk zijn. Want hier zien jullie de perinatale mortaliteit op wijkniveau en stadsniveau voor Utrecht. En jullie zien dat de verschillen enorm zijn binnen een stad als Utrecht, waar Overvecht en Zuidwest, waarom het Kanaleiland enorm hoog scoren, maar andere wijken zoals Oost, Binnenstad, Noordoost lager scoren. En dat maakt dus ook dat, dat het zo belangrijk is om op wijkniveau in te zoomen. Nou, dit is een plaatje van wat we dan hebben, bijvoorbeeld vanuit onze eigen gezondheidszorgdata, waar we bijvoorbeeld gegevens hebben over overgewicht en obesitas bij 2- en 3-jarigen. We hebben ook gegevens over roken in huis met ouders met kinderen tussen 0 en 2 jaar, roken tijdens de zwangerschap.
Allemaal op basis van registraties van de jeugdgezondheidszorg. En waar wij ook natuurlijk te maken hebben gehad met soms onvolledige data. En zeker in coronatijd zijn er wat beperkingen. We zijn nu bezig om dit weer up-to-daten voor dit jaar en vorig jaar. Zodat we ook weer meer recente data hebben dan wat ik hier laat zien. Nou, wat levert dat dan op? Al die gesprekken over data. Wat ik heb gemerkt de afgelopen 2 jaar is dat het voor de professionals in de wijknetwerken overstijgende inzichten en ontwikkeling op wijk- en subniveau oplevert. Je merkt soms dat de gesprekken in zo'n wijknetwerk heel erg casus gestuurd zijn. En dat het helpt om af en toe even uit te zoomen van welke problematiek zien we nou vaak in deze wijk. Herkennen we dat ook? Zien we dat ook in onze eigen registraties? Het helpt om even uit te zoomen in plaats van in te zoomen op casusniveau. Ik merk ook dat het de professionals bewust maakt dat het zo belangrijk is om goed te registreren als ze hun eigen data terugzien in de presentatie. Met name de jeugdgezondheidszorg. Ik merk dat het voor hen leuk is om te zien dat wat zij registreren ook terugkomt in data. En tenslotte, en dat is ook waar wij op inzetten, is dat het onderbouwing is voor het stellen van doelen en opgaven binnen het netwerk. Eigenlijk proberen wij te stimuleren dat alle netwerken ook doelen stellen, opgaven stellen en dat ze daar ook op evalueren. En daar kan deze data heel goed bij helpen. Nou, en ook voor ons als stedelijke aanpak geeft dit nieuwe informatie en helpt het. Wat ik net al aangaf, naast alles wat we kwantitatief verzamelen, geeft het dus ook recente kwalitatieve informatie over wat er speelt. Door dit gesprek vaak en regelmatig te voeren in alle wijken halen we heel veel informatie op. En dat proberen we ook te gebruiken om te monitoren. Het helpt ons om input op te halen voor nieuwe indicatoren die we of ontwikkelen of opvragen. Dat vragen we aan het RIVM. Ik heb het daar vaak over met Inge. En het is ook dus voor ons een middel om de indicatoren die we nieuw krijgen, bijvoorbeeld bij regiobeeld, om die te toetsen in de netwerken. Eigenlijk doen we dat ook vaak. De netwerken gebruiken we ook om nieuwe indicatoren die eraan zitten te komen. Bijvoorbeeld die nu net is toegevoegd is de indicator over kraamzorg. Nou, we gaan dan ook de wijken in en nemen eigenlijk wat wij vanuit het RIVM krijgen, nemen we onder onze arm mee om te toetsen van, joh, klopt dit? Herkennen jullie dit? En zo niet, dan geven we dat ook weer terug. En zo komen we met elkaar tot een betere indicatorenset. En het helpt ook om de gedeelde opgaven die we dan zien vanuit de data aan elkaar te koppelen en ook op te tillen richting stedelijk. Nou, dan mijn laatste sheet. Heel concreet, wat is er dan mee gedaan? In wijk 1, waar we data hebben gepresenteerd, zijn de zorgelijke data over perinatale mortaliteit. Waar mensen echt van zijn geschrokken, hebben ervoor gezorgd dat het een persona is geworden. Dat is eigenlijk een wijkopgave in persoonsvorm, waar dus ook persoonskenmerken aan worden gekoppeld. In wijk 2 is een hoge 6-wijk, maar er viel op dat er relatief veel medicatiegebruik is onder zwangeren. En dat is ook dus tot een wijkopgave geformuleerd. En tenslotte, wijk Leidse Rijn. Bij de start van het netwerk heb ik iets laten zien over de prognoses van het aantal geboortes de komende jaren. Nou, dat is echt een explosie aan geboortes in deze wijk. En dat heeft er echt wel voor gezorgd dat de urgentie voor het opzetten van een wijknetwerk, wat nog niet vanzelfsprekend was, wel werd gevoeld. Nou, even 3 voorbeelden van wat er dan concreet gebeurt. Nou, dat was het in het kort. Dank voor jullie aandacht. En mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Ja, Jacco, dankjewel. Voor mij ook heldere presentatie, net als die van Martien. Er zijn er vragen aan Jacco? Nou, dat lijkt erop van niet. Ik vond in die zin was die voor mij betreft ook helder. Volgens mij hebben wij dan uiteindelijk de agenda voor vandaag zijn we doorgelopen. Komen we nu uiteindelijk aan bij de afsluiting. Nou, nogmaals, Inge kon helaas niet aanwezig zijn. Jullie moesten het met mij doen, maar ik denk uiteindelijk dat het met wat opstartproblemen links en rechts wel uiteindelijk gelukt is. Het is goed, denk ik, dat we met elkaar proberen vanuit de verschillende rollen, zowel landelijk en lokaal, om te kijken in hoeverre wij toch dingen rondom concepten als kwetsbaarheid, indicatoren, hoe kunnen we die gebruiken in de dagelijkse praktijk, hoe kunnen we die gebruiken bij de monitoring, hoe helpen die bij het zetten van doelen, in dit geval zelfs het opzetten van een wijknetwerk, dat uiteindelijk ook het monitoren ook bij gaat dragen aan echte daadwerkelijke acties en handelingen in de wijk. In die zin is dat goed om te zien. Hopelijk
Is dat een inspiratie voor een aantal andere gemeenten waar dit eventueel zou kunnen? Wat mij jakker nog wel zijn presentatie is, de JGZ-data, wat ik net aangaf, daar kunnen wij op landelijk niveau, zijn die niet ontsloten, maar uiteraard zijn die wel bij jullie op gemeentelijk niveau beschikbaar. Dus een combinatie met wat wij wel kunnen vanuit de landelijke rol, in combinatie met wat jullie lokaal kunnen, ja, kan in die zin ook nog heel mooi aanvullend zijn aan elkaar. Ik denk dat dit het is wat wij met jullie wilden bespreken. Ik zie toch een handje komen, dat is Atja. Ja, eigenlijk door wat je net zei over JGZ en wat in Utrecht wel lukt. Jacob, worden jullie regelmatig gevraagd van waarom het jullie wel lukt om met JGZ-data iets te doen? Wij noemen het wel regelmatig, zo van in Utrecht, bla bla bla. Ik weet niet of ze bij jullie langskomen. Nou, dat nog net niet, Atja, maar we krijgen daar wel vragen over. En ook voor ons is het lastig hoor en blijft het kijken wat je met de data kan. En dat betekent dus ook dat het voor ons niet vanzelfsprekend is dat we nu al nieuwe data hebben. En eigenlijk lopen we in die zin ook soms tegen belemmeringen aan van onvolledige, onbetrouwbare data. Maar het helpt, en dat is in ons geval in Utrecht heel uitzonderlijk natuurlijk, dat onze epidemiologen en jeugdgezondheidszorg onder één organisatie vallen. We zitten allemaal bij de gemeente Utrecht in. Dus we zitten eigenlijk ook heel dicht en nauw bij elkaar. En dan helpt het dus ook om het sneller op te pakken en te verbeteren. En ook de belemmeringen in ons eigen managementteam te signaleren. En dat is vaak het antwoord wat ik dan geef. Maar dat is natuurlijk niet iets waar andere gemeenten en regio's meteen iets mee kunnen. Ja. Ja, als er verder geen vragen zijn, dan denk ik, kijk ook even schuin ook naar de chat. Dat de dingen rondom regiobeeld en wat Jacco en Martien presenteren, dat echt zaken zijn, echt als startpunt van het gesprek in de lokale setting. Dat het niet bedoeld is om, noem eens wat, causale effecten over de tijd te schatten. Het is echt het startpunt van het gesprek. Herkennen wij deze getallen? Erkennen wij deze getallen? Dat je andere inzichten krijgt in het prioriteren van mogelijke interventies of andere zaken die je gaat doen. Wij hopen dat hier aan bijdraagt. En daar wou ik dan eigenlijk voor vandaag bij laten. We hadden formeel tot 3 uur de tijd. Nou, dan zijn we 10 minuten eerder klaar dan gepland. En dus in die zin heeft iedereen 10 minuten extra. Dank jullie wel voor uw aanwezigheid. Volgende ronde zal Inge hier weer gewoon zijn. En voor nu werkt ze nog vandaag. En als je nog naar huis moet door de storm heen, safe travels. Ja, fijne middag.